Hoi, welkom bij een nieuwe video van Insta Auto Vlog. Ik ben Erwin Verstegen en de afgelopen week heb ik gereden in die Hyundai i30. Die heb ik al eerder getest, zei het niet dat de hatchback variant was. Die test, die kan je hier bekijken. Ditmaal ben ik onderweg gegaan met de Hyundai i30 Wagon, de gloednieuwe Wagon. Want ja, die oude, dat was een beetje een saai, suf ding. Maar die nieuwe, dat is een hele andere koek geworden. Dat is een hele chic gelijnde Wagon geworden. Een auto die het nu meer dan ooit opneemt tegen auto's als de Opel Astra Sportstourer, de Golf variant. En misschien qua design zelfs wel een beetje Mercedes CLA. Ook deze i30 Wagon heeft namelijk een heel mooi, sierlijk silhouet gekregen. En het knappe daarbij is dat ze het praktische niet uit het oog zijn verloren. Maar dat is niet de enige reden waarom ik met de i30 Wagon op pad ben gegaan. Ik heb namelijk ook gekozen met de lekkerste aandrijflijn die er is. Een 1.4 turbo met 140 pk vermogen, 250 Nm, die gekoppeld is aan een 7-traps automaat met een dubbele koppeling. Ook krijg je dan bij Hyundai standaard schakelflippertjes achter het stuur. Nou, en ik kan je verklappen, dit is wel een hele fijne aandrijflijn. Maar goed, laten we even beginnen bij het begin met het design. De i30 kennen we inmiddels als een beetje middle-of-the-road auto qua design. Een beetje het golfje, iets minder uitgesproken dan voorheen, maar wel heel netjes. Het is een hele nette auto om te zien. En zeker in deze premium uitvoering, als je de LED-koplampen krijgt, die mooie kenmerkende rechtopstaande LED-dagrijverlichting, die overigens veranderen in knipperlichten zodra je die aanzet, dan is het wel echt een hele chique auto. Ook met deze wielen. Wat mij betreft overigens wel de maximum maat onder een i30. Want als die iets groter wordt, dan kan die wel eens wat onrustig worden. Het design van de Wagon is wel een hele mooie stap vooruit geworden ten opzichte van de oude i30. De oude i30, ja, daar ging praktisch toch wel voor vorm. En dat was wel een beetje jammer. Hij was niet echt spannend om te zien. Ja, misschien als je er 20 inch licht metaal onder gooide. Maar over het algemeen was het een vrij timide auto. Ja, met een hele grote kofferbak. Maar that's it. Nou, deze i30 Wagon, die zet daar een heel mooi sierlijk lijnenspel tegenover. Hij klopt qua proporties. Aan de achterkant is het echt een mini i40. En dat is wel een compliment. Want als er iets goed zit bij de i40, dan is het wel het design, zeker van die Wagon variant. En ook bij de i30 is dat zo. De proporties kloppen, de achteruitrijlichten met mooie LED-techniek ziet er allemaal heel chic uit. Maar ook als je die klep opent, want zodra je die hebt geopend, biedt die gewoon ruimte aan 605 liter bagage. En dat is serieus veel. Dat is gewoon 60 liter meer dan bijvoorbeeld een Opel Astra Sportstourer. En dat is al geen kleintje. Nou, Hyundai heeft dan ook echt de Golf variantrijders op de korrel, want die biedt exact dezelfde interieurruimte voor wat betreft die kofferbak. Als je hem neerklapt, heeft de Hyundai iets meer ruimte. 1650 liter gaat er dan in, tegenover de 1615 liter van de Golf variant. Je krijgt dan ook een mooie vlakke laadvloer en dat is ook wel handig. Het enige dat ze zijn vergeten is de mogelijkheid om de achterbakleuning neer te klappen vanuit de kofferruimte. Je moet dat nu doen bovenop de achterbankleuning. Fijn is daarbij dat de ruimte op de achterbank hetzelfde is gebleven als bij de hatchback. En dat was altijd al een sterk punt van de i30. Je zit daar dan ook heel goed. Zelfs met het optionele panoramisch schuifkantendak heb je voldoende hoofdruimte, een goede ondersteuning. En als je met 4 passagiers in totaal op stap bent, zeg jij van ik klap die middelste armsteun omlaag en dan zitten zij ook heel comfortabel al daar. Fijn is dat deze premium is voorzien van ventilatieroosters, dus ook op een warme dag wordt het niet puffen voor de achterste passagiers.
Mooi is dat eerder genoemde panoramische schuifkantendak. Dat zorgt voor ontzettend veel licht. Je kan het ook verduisteren, elektrisch met een druk op de knop. Maar ik zeg heel eerlijk, je mist dan echt die extra lichtinval. Want dat is toch wel heel erg lekker. Spot on blijft die zitpositie als bestuurder. Wat zit je hier toch fantastisch. Je trekt die i30 echt aan. Dat is wel echt een serieus punt hoor. Want de i30 heeft toch wel een van de fijnere zitposities in dit segment. Je zit niet te laag, niet te hoog. Je kan wel omhoog, maar als je hem helemaal in de laagste stand zit, is het niet dat je echt tot op de grond valt. Stap je een Honda Civic in, dan zit je echt met je kont op de bodem. In die i30 is dat niet, maar toch zit je dat voor je gevoel wel. Omdat het dashboard is net wat hoger, maar ook mooi overzichtelijk. En dat, ja, dat geheel, hè, met die middenarmsteun, dat fijne stuur wat heel ver naar je toe kan, riant verstelbaar is, ja, dat zorgt voor zo'n fijne rijpositie. Fantastisch. Ergonomie, ook gewoon geweldig. Alles zit binnen handbereik, niets behoeft uitleg, multimedia navigatiesysteem, benchmark. Ik blijf erbij, dit is gewoon zo'n fijn systeem. Overzichtelijk, duidelijk, retensnel. Navigatiegedeelte, 5 jaar lang gratis updates vanuit de Hyundai. TomTom kaarten, super geregeld. Deze auto is daarnaast voorzien van het Technology Pack. En dat voegt elektrische stoelverstelling met memory toe. Ja, ja, ze hebben memory knoppen gevonden bij Hyundai. Dus je rijpositie kan je opslaan. En wat ik dan wel weer een leuk detail vind, dat is wel weer een teken dat ze echt wel werken en blijven innoveren daar, is dat als ik nu mijn rijpositie wil opslaan, dan zie ik ook meteen hoe ik dat moet doen op dat kleurendisplay voor mij. Als ik op set druk, dan zegt hij druk nu op positie 1, op positie 2, om de zitpositie op te slaan. Dat gebeurt niet bij heel veel andere merken. Dan is het altijd maar gissen van, moet ik ze nu allebei tegelijk indrukken of moet ik eerst set indrukken en dan op de rijpositie? Nou, dan krijg je eens een piepje. Hier wordt het gewoon duidelijk uitgelegd. Stel ik daarna mijn positie in, ik druk op 1 of ik druk op 2, laat hij ook zien van, ik stel nu jouw stoel in. Dat zijn wel hele leuke details. Ook voor wat betreft koplampen ga ik van automatische lichtsensor naar handmatig. Dan zie ik wat ik doe op dat kleurendisplay voor mijn neus. De besturing, niet zo scherp als een Astra, maar wel heel fijn. Zeker voor wat betreft de directheid. Dus het is wel echt dat die auto meteen van koers verandert op het moment dat jij instuurt. En hij blijft ook mooi neutraal. Je voelt ook wel wat die wielen doen. Maar ik zeg, een Astra, ja, die is net iets... Ja, er zit meer vlezigheid in heel die installatie. Dat is het dan vooral van die Astra. Nou, motorisch gebied, 1.4 turbo, die kennen we. Fijne motor, hele fijne motor. Zeker gezien het koppel. 250 Nm bij 1500 toeren per minuut. Dat is gewoon heel erg mooi. Die 7 traps automaat, fantastische bak. Echt razendsnel. En het fijne is, hij gedraagt zich niet nerveus. Unique selling point van Volkswagen's DSG-transmissie is bijvoorbeeld dat die transmissie ook als jij half gas geeft, driekwart gas, wordt die nooit nerveus. Dan is het Hij schakelt wel iets later, maar het is niet dat hij meteen in de stress schiet en die motor meteen naar 5.000-6.000 toeren per minuut laat schieten. Dat doet hij dus niet. Hij maakt goed gebruik van de aanwezige koppel en het vermogen en die mix daartussen. Nou, ook Hyundai's 7 traps automaat met dubbelkoppeling doet dat. Dat maakt hem wel heel fijn. Er komt wat verkeer aan en je denkt, nou, ik schiet er toch even snel voor. Je geeft een peut gas, maar dan is het niet dat hij meteen naar de 6.000 toeren schiet. Nee, hij denkt, joh, gaspedaal staat op 75%. Het volle vermogen wordt dus niet gevraagd. Dan ga ik hem ook niet volledig doortrekken. Dan maak ik gebruik van die 250 Nm. Dan zal je ook merken dat hij bij 3.500-4.000 toeren schakelt hij alweer redelijk snel op. Dat maakt hem wel heel erg prettig en vlot. De cijfers zijn dan ook heel vlot, zeker de 0 tot 100 acceleratie, 9,2 seconden. Astra, die redt het niet. En zelfs de Golf variant met een 1500 TSI motor en een DSG automaat redt dat niet in die tijd. Dus kudos voor Hyundai, want die redden dat dus wel. Je behoort gewoon tot de vlottere in het segment. En dan ook nog even kijken voor wat het betreft het verbruik. Want de Astra Sportstore die zit gekoppeld aan een conventionele 6-traps automaat. Daar is niks mis mee, maar die verbruikt wel net wat meer dan zo'n automaat met een dubbele koppeling. En dat merk je ook wel, want ik heb een gemiddeld testverbruik van 6,2 liter per 100 kilometer. En dat is gewoon heel zuinig, aangezien ik het voor het overgrote deel korte stukjes heb gereden. Op de langere stukken stond de verbruiksmeter gewoon doodleuk op een 1 op 20.
de door mij gereden Hyundai i30 Wagon Premium 1.4 Turbo met een 7-traps automaat kost je een kleine 32.000 euro. En dat is productconform. Ook een Astra Sportstoel kost ongeveer dat bedrag en ook de Golf variant. Maar die hebben dan nog geen LED-koplampen bijvoorbeeld aan boord. Ook groot licht, een groot licht automatische sensor, regensensoren, schakelflippers achter het stuur. Daar moet je wel allemaal voor bijbetalen en dat heeft de i30 dan wel standaard aan boord. Vergeet daarnaast die 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking niet, bumper tot bumper. Dan is het wel echt een hele goede aanbieding, maar ook voor wat betreft de cijfers. Hij is vlot naar de 100, ontzettend zuinig. Heeft bijna de grootste kofferbak in zijn klasse. En ziet er wat mij betreft ook heel erg netjes uit. Het is een hele chic gelijnde auto. En ook in deze kleur, dat flame red, dat staat hem wel echt heel goed. Ik ben dan ook enthousiast en ik kan hem je ook gewoon van harte aanraden. Het is een hele fijne auto, comfortabele auto, dynamisch als het moet. En die zitpositie met die stoelen, die goed gevormde stoelen, lange zittingen. Ja, dat maakt het totale plaatje gewoon heel erg puik. Vond je deze video interessant? Vond je hem leuk? Volg mij dan voor meer van dit soort video's op Instagram, Facebook, Twitter en ook zeker op YouTube via @instaautovlog. Ik zie jullie graag in een nieuwe video. Doei!